Kermis FM nieuws. Hallo, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van het Kermis FM TV nieuws vanaf de Singles Friday. Je kent dat wel, loop je over de kermis en je geld is op. Even pinnen denk je dan? Nou, niet bij ING. Daar geven verschillende automaten al dagen aan dat ze buiten gebruik zijn. Raar dat u niet doet. De meesten hebben toch geld nodig? Het is wel prettig als het wel doen naar de kermis, hè? Kloten, eigenlijk. Ja. Ik heb geld nodig en ik kan niks pinnen. Ja, dat is een beetje jammer. Geen geld, hè? Dus kan ik ook niks uitgeven. Dus kan u ook niks hier op de kermis doen. Ik kan met West en we kijken hier zijn. Voor elk jaar. Ja, nu op zoek naar de volgende automaat. Weet je waar die zit? Nee, ik kom hier niet vandaan. Dus vroeger zat er daar volgens mij eentje, maar die is weg. Geen enkel idee. Ik zou niets weten. Ik heb begrepen dat bij de ING-bank onduidelijkheid was of zij de automaten konden bevoorraden. Daar was onduidelijkheid over. Wij zijn op dit moment contact op aan het nemen met ING om aan te geven dat zij gewoon iedere morgen de automaten kunnen bijvullen. Ja, ik heb zelf contact gehad met ING. En zij vinden... dat ze niet kunnen bijvullen omdat er attracties op de weg staan voor de geldautomaat-transportwagens. Nou, dat is echt een misverstand, want de brandweerauto's kunnen er ook allemaal voorbij. Dus ze kunnen dat echt doen. Dus als ze dat 's morgens doen tot 1 uur, kunnen zij er gewoon bij alle automaten. Dus eigenlijk is er helemaal geen reden voor al die mensen om zich te ergeren aan 9 pinautomaten? Jawel, want wij hebben ook geconstateerd dat de automaten van de ING inderdaad leeg waren. Terwijl het bij de Rabobank en de ABN AMRO wel goed is gegaan. Dus er is wel reden voor mensen om zich te ergeren. En wij gaan contact opnemen met de ING om ze uit te leggen dat ze wel degelijk kunnen bevoorraden. Ja. Er zijn natuurlijk attracties die erg hoog de lucht in gaan. Maar wat is nu het hoogste punt van de kermis? Wij zochten het uit en kwamen enkele gelukkige prijswinnaars tegen. We gaan vandaag op zoek naar grote hoogtes en we gaan hier beginnen. We're flying high, we're flying right up to the sky. Nou, ik zeg, dit is al aardig hoog. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. We're flying right up to the sky. Nou, we zijn nu hoog. We gaan nu kijken hoe lang het duurt voordat we weer beneden zijn. Ik ben benieuwd. We fly so high, we fly so high. Dat ging best hard. Kom, we gaan gauw verder kijken hoe we nog hoger kunnen komen. Op zoek naar het volgende hoogtepunt. Dus dit is heel erg hoog, maar ik heb gehoord dat er nog iets veel hogers is. En daar zijn we uitgenodigd, dus daar gaan we nu naartoe. Sinds 1996 hebben we dit gebouw hier zo staan. En na een aantal jaren kwamen we in contact met Tilburg.com, die ons vroeg om mee te werken aan hun jaarlijkse prijsvraag. Dus ruim 8 jaar nu al. Oh, dat is niet de eerste keer dat u hierboven bent? Nee. Ik heb altijd bij de Rabobank gewerkt. En daardoor bij ATOC altijd bij Interpolis. Ja. En ik heb al heel snel hier een van de eerste in het restaurant gegeten. Dus voor mij is het niet nieuw. Uniek eigenlijk, want ik hoor ook al van, nou we denken van, nou ze hebben wel meer mensen die hier wel eens met de kermis zo gaan staan. Maar wij zijn dus echt de enige groep die hier mag komen eigenlijk. Dus. Voor mij zijn we nou de eerste die het... Ja, dat maakt niks uit. Dank je vriendelijk. Op de eerste dag van de kermis was hij er ineens, het nummer Botsouwe van Baas Bots. Inmiddels een echte kermishit, want 4000 keer bekeken op YouTube en inmiddels verkrijgbaar op iTunes. Kermis FM, Tilburg representing, iedereen die heeft een zin in. Dat de Tilburgse kermis een feest is voor mensen uit het hele land, blijkt ook weer met dit nummer. Landelijke zenders willen namelijk graag de clip hebben. We hebben onder andere contact met Ster.nl, TV Oranje,
En nog een paar andere partijen die echt zeggen van ja, dit gaan we draaien. Dus we moeten hem even goed digitaliseren, een heel ingewikkeld verhaal. En dan gaat hij dit tv op, dus spannend. En wat denk je, een top 40 hit? Nou ja, daar droom je natuurlijk van, maar het is nu wel een kermishit. En ja, als echte Tilburger zijn we gewoon hartstikke trots dat het hier gewoon hartstikke leuk ontvangen wordt. Dus. En bij jullie ook, Kermis FM, Kermis TV, dus ja, gaaf. Eerst met Hully en Zully in de Halligalli. En dan met mijn Mattie in de Wogadie. Een trein vol met singles. Aan het begin van de middag kwamen er zo'n 50 mensen naar Tilburg. Speciaal voor Single Friday. Single Friday, een dag speciaal om nieuwe mensen te ontmoeten voor heel vrijgezel Nederland. En wij gaan hier altijd in de kermis in Tilburg. Allerlei activiteiten doen, van speeddate in het Reuzenrad tot alle grote artiesten bij jullie op het Kermis FM-plein. En zodat mensen met elkaar in contact kunnen komen. Maar ik wist er helemaal niks van. Ik ben hier spontaan naartoe gekomen naar Oosterwijk. Maar dan heb ik leuke vrouwen leren kennen. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, dus ik blijf. Er is regen en onweer op komst en er zal flink wat water uit de lucht komen. De temperatuur blijft goed, want het wordt hier vannacht niet kouder dan 17 graden. En dat was het voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Tot die tijd kun je terecht op kermisfm.nl, 105.9 op de radio en op de Lot in Tilburg. Tot morgen. Vandaag staat in het teken van singles. Wij vroegen de mensen, wat is jouw beste versiermove? Hey, mag ik jou een drankje aanbieden? Want ik zie wel interesse of zo. Hallo. No one else can.